Wie weet alles over Bami, kan alles vertellen over Dangdo en wederom een knieschijfbreuk is. Is het Ifar? Deze OKB Nagito kan een partijtje cosplayen wel. Wint deze regionale radio-dj vandaag ook het spel? Of wordt het voor hem één grote hel? Of is het Marjolein? Deze bijenfanaat weet veel over dieren. Kan deze Freek van Kinney mij straks ook alles vertellen over gieren? Of weet ze meer over stieren? Of is het toch Bart? Tekenen kan er wel en van Love Disc wordt hij gel. Kan deze chibi gozer vandaag beter maar schuilen? Of moeten we hem straks na de afloop horen huilen? Welkom bij de Slimste Mens, aflevering 2! Hey, Ivar, welkom bij de Slimste Mens. Dank u. Jij hebt een regionale radioprogramma, als het goed is, toch? Of, Dat klopt, ja. Vrijdagmiddag weekendprogramma met pop, indie, alternatieve muziek en zo. Oké. En ja, wat doe je dan eigenlijk allemaal een beetje zo wat? Ja, slap ouwe hoeren. Ja, eigenlijk wel. Het is het enige waar ik goed in ben, dus ja, dan maken we daar gewoon lekker ons werk van, hè. Lekker slap ouwe hoeren, lekker muziekjes opzetten, hè. Toch? Nou ja, precies. Ik doe iets liever. Ja, precies. En Marjolein, jij... Wij kennen jou natuurlijk als de persoon die heel erg van bijen houdt. Wat is nou echt het fantastische van bijen? Ze zijn gewoon geweldig. En kutbeesten. Nou zeg. Oh. Hey, komt Tim met zijn eigen beest. Hey, maar Marjolein, maar Marjolein, jij wilt later ook echt wat met bijen doen ofzo, of? Ja, nou eigenlijk meer als hobby, want je baan van maken is echt bijna niet te doen, want je hebt bijna geen inkomsten. Vooral in de winter niet, want dan zitten ze in winterstand. Maar als je dan iets met die bijen doet, dan geeft ze eigenlijk meteen dood. Ja, nee, dat is wel naar inderdaad. En als ik nou gewoon al jouw honing opkoop dan? Ja, dan gaat het wel hoor. Kan je daarvan leven? Zou je dan nog leven? Hey Bart, jij hebt een art account op Instagram. En jij doet sowieso heel veel met tekenen en zo. Jij doet ook een opleiding daarvoor. Hoe lang weet je eigenlijk over, yo, ik wil later gewoon zieke tekenaar worden? Al sinds ik denk ik... 6 jaar oud was. Ik speelde toen ik nog heel klein was, speelde ik een heel, heel slechte licensed Ice Age game. En ik dacht echt toen van, shit, dit is het allercoolste ooit. Ik kan gewoon dat Ice Age poppetje besturen. Jeez. En toen dacht ik van, ik wil later ook games maken. En toen ik ietsjes ouder werd, toen dacht ik van, ja, wat ga ik dan doen voor die games? En toen dacht ik, ja, ontwerpen lijkt me toch het leukst. Alles, alle... visuals maken en zo. Dus eigenlijk al vanaf mijn 8e, denk ik, wist ik dat ik game artist wilde worden. En de dream's real, want nu zit ik op de opleiding en werk ik er naartoe. Dus life could be a dream. Be nice. Ja, yeah, life could be dream. Dit is wel het mooiste, het meest wholesome verhaal van vandaag, moet ik zeggen. Ja, precies. Goed dan. Yeah. Hey jongens, het is de hoogste tijd om de voorzitter van de jury aan jullie te stellen. De meester van de feiten, Tim Van Rossum! Dankjewel hoor, dankjewel. Hey Tim, we hebben vandaag ook voor jou een kijkersvraag. Hoe vaak masturbeer jij op een dag? Wil je dat zo graag weten? Ja, nou, de kijkers willen het blijkbaar weten, Tim Van Rossum. Waarom zijn jullie zo gefascineerd in mij? Tim Van Rossum, de kijkers willen het graag weten. Tim van Waarom Ross, hoe groot is jouw dollo? Hoe groot mijn dollo is? Nou, groter dan die van jou. Nou goed. Dat is ook niet zo moeilijk. Wil je het vergelijken? Het... Ah, prima. Doe ik mijn cam-out? Nee. Dat is goed, ik doe cam-out. Wat is het beste genre, Tim van Rossum? De beste genre? Ja. Waarom wil je dat zo graag... Waarom willen de kijkers dat zo graag weten? Ik heb wat nodig voor vanavond, Tim. Ja. Yeah. Ja, maar je kan toch zelf onderzoek uit? Dan kun je zelf dingen aanklikken. En dan kun je toch zelf zeggen van fucking... Van, dat is eigenlijk wel lekker. Volgens mij is Tim van Rossum niet tot de antwoorden bereid. Zullen we gaan spelen? Nee, ja.
Kandidaten, we beginnen met de 3, 6, 9 ronde. Jullie starten allemaal met 60 seconden. En elke derde vraag kan je secondes winnen. In deze ronde gaan je secondes nog niet van de tijd af. Zullen in volgende rondes wel zo zijn. Ivar, we gaan met jou beginnen. Ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Goed. De eerste vraag. Hoeveel verschillende soorten schaakstukken zijn er van één kleur? Dertien, geloof ik. Het zijn de pion, de koning, koningin, paard. Nou, weet je wat? Ik laat je niet eens uitpraten, want het is niet goed. Bart, we gaan naar jou. Wat? Hoe, hè? Hoeveel verschillende soorten schaakstukken zijn er van één kleur? Ja, I don't know, pas. Oké, okay, Marjolein, weet jij het? 12? Nee, het was 6. Bruh. Ivar, we zijn weer terug bij jou. Gezel. Hoe noemt men gekookte rijst in Indonesië? Moet jij wel weten, denk ik. Nasi goreng. Ja, kijk, dat is goed. Dan meteen voor 20 seconden. Hoe heet Stalinrad tegenwoordig? Pas. Bart? Ja, ik weet het ook niet. Monkey brain. Dit wordt nog wat. Marjolein, weet jij het? Rusland of zo? Nee, de vogel. De volggoorad. Ik heb er ook. Vogel! Vogeljongen! Ik heb het ook nog nooit gehoord, dus ik heb echt geen idee wat het. Wat is Stalinrad, though? Wat is dat? Ja, ik heb geen idee. Misschien weet Tim van Rossum het wel. Is dit safe? Gaat dit je niet... Stalinrad. Ik krijg letterlijk gewoon een afbeelding van een hamster met een Stalin hoedje op. Hey, geen okay. Google, hè, tijdens de aflevering. Nee, weg. Is al weg. Nou, het is in ieder geval naar Stalin vernoemd, dat weet ik wel. Ivar, voor jou de volgende vraag. Yes. Van welke vis is kaviaar de afkomstig? Pas. Bart, weet jij het? Kabeljauw? Nee, Marjolein. Oh. Deur. Dat klopt. Voor jou nu de volgende vraag. Wat is het enige haar op het menselijk lichaam dat niet grijs kan worden? Op de voeten of zo? Nee, Ivar, weet jij het? Schaamhaar? Nee, Bart, weet jij het? Neushaar. Nee, het waren je wimpers. Ah. Ja. That makes sense. Marjolein. Ik noem mijn neushaar. Marjolein, voor 20 seconden. Wie is de tekenaar en bedenker van Garfield? Ik wil het echt niet weten, pas. Ivar, weet jij het? John Arbuckle? Nee, dat is een karakter. Bart, weet jij het? Ik vind het heel erg, ik weet het ook niet. Zijn naampje staat letterlijk in al die comics en ik weet het gewoon niet. Het goede antwoord was Jim Davis. Dat was hem, ja. Oei. Ja. Ligt het trouwens aan mij of heeft Garfield gewoon flinke depressie? Want op maandagen is hij altijd gewoon fucking sad. Hij is en gewoon een boomer. Boomer. Je kunt de kat niet zien vanaf zijn leeftijd, oké? Okay? Dat werkt anders bij dieren. Dat werkt anders bij dieren, ja. Marjolein, we zijn bij de zevende vraag. Wat is de zevende kunst? Ik heb echt geen verstand van kunst, dus pas. Ivar. Pas. Bart. De zevende kunst. Is het iets van sculpturen of zo? Nee, de zevende kunst is een film. Oh, ik zat aan alle kunstvormen te denken. Ja. Marjolein. Welke letter gebruiken de Romeinen om het getal 1000 mee aan te duiden? Ik dacht X. Nee, Ivar. M. Ja, dat klopt. Yo. Toppie. Mega cijfer. Nee, miele volgens mij. Miele. Iets in die richting. Miele. Er is geen M. Ivar. Ah. Voor 20 seconden. Waarvan is SOA precies de afkorting? Seksueel overdraagbare aandoening. Dat klopt zeker. Je hebt 20 punten erbij. Ivar. Oh, zoals besproken.
Ik snap niet echt waarom jongeren van die goedkope condooms allemaal gaan kopen. Daar zijn juist die SOA's verantwoordelijk. Jongen, ja. Heb je ooit een pakje rubbertjes in de winkel zien liggen? Weet je hoe fucking duur die dingen zijn? Het slaat hem nergens op, joh. Ja, joh, maar moet wel eentje op een goede kwaliteit hebben. Ja, weet je, rubber is rubber. Rubber is rubber. Sommige mensen houden van witte rubber en sommige chocola. Maar is niet erg. Rubber is rubber. Iedereen doet luister, het anders. Luister goed, koning. Rubber is rubber. Ivar, vraag 10. Plopper de plop is de lijfspreuk van Kabouter Plop. Maar hoe uit Kabouter klus zijn verbazing? Klusser de klus. Ja, dat klopt. Lekker, man. Wat is dat voor... Hé, hey, godverdompie, zei Ploppie. Hey, wat is dit nou weer, joh? Ivar, de 11e vraag voor jou. Wat komt erna? De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Dat is helemaal goed. En nog dat bonuspunten voordat je het meezingt. Je wordt gedemonetized hier, oh. Copyright. Moet je er gewoon een volledig andere instrumental onder zetten. Ivar, voor 20 seconden. De hoofdstad wordt wel... Jezus. Nairobi genoemd. Omdat je er nogal eens overvallen wordt. Van welk land is Nairobi? Nairobi. Nairobi, de hoofdstad. Egypte, toch? Nee. Bart, weet jij het? Nee, ik weet het ook niet. Pas. Marjolein. Kenia. Ja, 20 seconden voor Marjolein. Hey, huppatee. Ik zei Egypte en toen dacht ik, nee, fuck, dat is Kenia. Oké, de laatste 3 vragen. Marjolein, voor jou, de eerste vraag. Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? 10 of zo? Nee. Ivar, weet jij het? 6... 21. Ja, dat klopt. Snel hoofdrekentje. Yeah. Quick maths. Quick maths. Oké, de ene laatste vraag van de eerste ronde. Adidas werd opgericht door de Duitser Adi Dassler. Welk sportmerk richtte zijn broer Rudolf Dassler op? Nike. Nee, Bart. Sportmerk. Nee, ik krijg geen andere... Nee, pas. Marjolein, weet jij het? Puma? Ja, dat is correct. Jezus, Mario. Yo. Mario, voor jou de laatste vraag en dus ook een kans om nog 20 seconden erbij te krijgen. Hoe heten de spelen die bedoeld zijn voor mensen met een verstandelijke handicap? Paralympische spelen? Nee, Ivar. Ja, de Paralympics, toch? Nee, Bart. Hé? Kan dat? Het is niet de Paralympics en ook niet de Paralympische spelen. Hetzelfde. Wat? Ja, maar Bart, je tijd is bijna voorbij. Ja, zeg iets. Pas. Fuck. Ronde. Ja. Het goede antwoord was Special Olympics. Ja, nee, dat is bullshit. Het is de Paralympics. Ja, je moet zeggen wat er op de kaart staat, toch? Is het renamed of zo? Fuck het kaartje. Het heette altijd de Paralympics, toch? Ja. Ja. Ja, je kent toch ook wel de Paramedia Awards? Ja, daar kennen we de winnaar van, hè? De Special Media Awards, daar kennen wij de winnaar van. Ja. Jongens, de ronde 1 is voorbij. Oh. Ivar met 80 seconden, Bart 60 seconden nog steeds en Marjolein ook 80 seconden. Uh-huh. En wij gaan nu naar de tweede ronde toe. En de tweede ronde is de Open Deur Ronde. Jongens, in ronde 2 krijg je een vraag over wat je over iets weet. Elk goed antwoord krijg je 40 seconden erbij en er zijn 4 goede antwoorden mogelijk. Wel gaat de tijd voorbij, dus als je niet weet, zou ik toch wel even passen als ik jou was. We beginnen met de persoon met de minste seconden en dat is Bart. Let op, Bart. Maar jij hebt maar 1 minuut. Ja. Let op, Bart. Wat weet je over Muhammad Ali? Hij is een bokser. Hij dat speelt heel agressief. Hij is heel... Oh, fuck. Fly like a butterfly, sting like a bee, is een quote van hem. Hij is Amerikaans. Hij komt uit de Verenigde Staten. Pas. Ik weet niet meer. Marjolein, wil jij het proberen? Hij is overleden, pas.
Ivar. Zijn echte naam is Cassius Clay. Dat klopt. Hij heeft Parkinson. Dat klopt ook. Of had Parkinson. Ja. Pas. Zo, Ivar, lekker man. Wat een on fire daar, oh. Thanks, homie, thanks. Het laatste antwoord was dat hij zwaargewicht doet. Oh. Zwaargewicht? Same. Ik ben ook zwaar. De volgende vraag is voor Marjolein. 75 seconden. Wat weet je over de Berlijnse muur? Hij is in Berlijn. Hij zat tijdens de Koude Oorlog. Ja, dat is één. Oost- en West-Duitsland werd, zeg maar, gescheiden van elkaar. En hij is gevallen, pas. Hij is gevallen, inderdaad. Ivar. Goede Doel heeft er een nummer over gemaakt. Was de Koude Oorlog. Daarvoor is dat IJzeren Gordijn daar. Pas. So long. I've been flirting with boys for so long. Oké, okay, dan krijgt Marjolein er nog 40 seconden bij. En dan Bart, dan mag jij nog proberen de laatste twee te krijgen. Nee, weet niet. Weet ook niet. Monkey Brain, pas. Checkpoint Charlie. Bart, de laatste vraag van de open deurronde. Wat weet jij over IKEA? Het is Zweed. Komt uit Zweden. Ja. Het is heel groot. Mensen raken er snel in verdwaald. Ik weet dat de eigenaar, de grote baas van IKEA, die woont in een heel klein huis. Ze hebben gakballetjes. Staan ze bekend? Is ook niet goed. Oké, ja, pas. Marjolein. De blauwe en de gele kleuren. Pas. Ja, dat is één. Dat is er één? Oh. Het is een... Ja, ben ik? Nee, Marjolein. Of zij zijn Marjolein pas. Marjolein zijn pas. Oh, dat hoorde ik niet. Ivar. Het is een bouwmarkt, pas. Ja, bouwmarkt. De laatste antwoord was dat het lage prijzen heeft. Nou, bouwmarkt, daar ben ik niet mee eens. Het ziet er niet uit als een bouwmarkt. Het is meer van, hey, je zoekt naar meubels. Trouwens, het Zweedse woord voor de balletjes, het lijkt heel erg op kutballetjes. Het wordt gespeld als kutboelaar. Kutpuller. Oké, okay, maar wisten jullie dat die Zweedse gehaktballetjes, die worden eigenlijk geproduceerd in Turkije? Ja, inderdaad, ook net zeggen. Lieve kandidaten, welkom bij de derde ronde, de puzzelronde. Jullie krijgen allemaal straks een puzzel. Als je niet meer weet, kan je passen en dan kan de andere persoon de puzzel van je overnemen. Elk goed antwoord krijg je 40 seconden erbij. En er zijn dus 3 mogelijke woorden. En er zijn dus 16 woorden. En elk 4 woorden hebben dus een verband met 1 woord. Ik hoop dat het duidelijk is. Yes. Bart, we beginnen met jou. De puzzel voor jou. Oh. Ik stuur hem in Discord. En aha. Jouw tijd gaat nu in. Oeh, sheesh. Watervogel. Is dat een aalscholver? Is dat mijn boy Cramorant? Kleef aan. Dat is mijn spreeuw. Haar, zwart zeg maar. Oh, is krullenvaar? Is dat een van de... Niet? Is het gewoon Puk van de... Puk of zo? Puk? Puk van de Petflat? Niet? Jij zei Puk, toch? Ja, ik zei Puk. Nee, dat is niet hoe die heet. Maar daar komt hij al aan voor. Krullenvaar was ook niet goed. Shit. Nee, pas dan. Ik heb echt geen idee. Ja, ik geef je die pluk dan, want het is pluk van de Pettenflat. Ja, het is pluk dag. Van de Pettenflat. No way. Dag, Leon. Dit zijn voorkeurtjes. Ja, maar dat staat op de fucking kaart! Ja, dat staat geen echt? Puk. Hij zei puk en hij heet geen puk. Moet je het goed zeggen? Is het niet eerlijk? Pluk? Het is niet eerlijk. No way. Ja, het is blijkbaar pluk van de Pettenflat. Maar Tim van Rossum, jij vindt het ook bullshit, toch? Het is pluk en het blijft altijd pluk. Ik heb hem altijd gekend als man, puk. Wat ja, maar ik ken hem ook als puk, dus daarom geef ik hem.
Nee, ja. Ik vind het gewoon bullshit kaartje. Ik vind het bullshit kaartje. Ja. Nou, het is gewoon pluk hoor. Het is gewoon pluk. Het is gewoon pluk. Hé, hey, Jonnes. Marjolein. Jij mag de laatste twee doen nu. Tijd gaat in. Zwaan? Ja, dat is één. Pas. En Ivar? Pas. De laatste was pook. Versnellings, hendel, haard, ijzer, vuur opzoken, geerstick. Wat is pookje? Dat is pook. Of kogs. Waarom krijg ik alle kutvragen? What the fuck? Bart, 59 seconden. Marjolein, 231 seconden. Ivar, 167 seconden. De volgende puzzel is voor Marjolein. Nu in. Nagel, AB, krant. Muziekbord. Nagel dichtmaken, muziekwijk. Almere? Ja, dat is één. Oudvaders, deur, huis, park, pas. Ivar? Sleutel. Ja. Nee, trouwens, nee. Nagel, fuck. Een goede hint dan. Trijf, kolder, pas. Bart? Lichaam? Is dat lichaamsonderdeel? Exterieur misschien? Niet? Nee, ook pas. Nagel, ap, klare onzin, deur, dat is een klink. En dichtmaken, buiten, de ogen en op slot doen is sluiten. De ogen sluiten, is sluiten. Serieus? Jezus, wat kut. Buiten sluiten. Dat ja, maar het lijkt erop en daar gaf je net ook een punt voor, dus geef... Nee, grapje. Ja, nee. Marjolein, 253 seconden. Ivar, 155 seconden. Bart, 37 seconden, jochie. Doe eens even beter. Yeah. Okay. Ik doe het zo goed. En de derde puzzel nu is voor Ivar. Ja. Jouw puzzel komt nu en jouw tijd begint ook nu. Oh boy, gulzige eter, Ivar. Your sword. Oh fucking hell. Bok. Triple. Jezus. Pas. Bart. Eng. Horror. Misschien. Zintuig. Reactie. Afstand. Pas. Marjolein. Pilvraat, pas. Nee. Er was er eentje donker, hè? Niemand heeft er iets goed. Kilometer, guizige eter, schrokkop en geur is vreter. Biersoort, schieten, hom en deel van het been is een kuit. Is er een bier die kuit heet? Blijkbaar. Nou, dat zou met IJ, ja. Yeah. En een schaduw, een spook van jezelf en hersen is een schim. Oh, wauw. Ah, oh, schim. En dat was alweer de puzzelronde. Dus dit is de laatste ronde om nog seconden erbij te krijgen voor de finale. Deze ronde is trouwens nieuw van de vorige aflevering. In deze ronde krijgen jullie alle drie een videofragment te zien. En dan moet je dus gewoon 5 dingen vertellen over de videofragment. Of wat er mee te maken kan hebben. Elk antwoord krijg je weer 40 seconden erbij. Dus even lekker om nog even te kunnen spekken voor de finale. Ik ga via schermdelen gewoon de video laten zien. En iedereen kan dus lekker meekijken. Want als je niet meer weet, kan je gewoon passen. Als dit een video van Dangdo wordt, I swear to God. We beginnen met de persoon met de minste seconde en dat is Bart. Wat is dit? Oh help, oh my god. Iedereen moet opletten, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouter.
Niet met die man! Niet deze! Oké, de video kan op pauze. Oké, jouw tijd gaat dan nu in. Oké, nou, dit is de kabouterdans van Kabouterplop. Kabouterplop is van Studio 100. Ja. Ze draaien een keer in het rond, stappen met hun voeten op de grond. Doen iets met de dans. Zo doe je de kabouterdans. Pas. Marjolein. Dit was het Eurovisie. Ja. Baldi. Ja, en dat is de laatste. Ja. Wauw. Kabouterplop, nice. De kabouterdans, Studio 100. Eurozon, parodie. Dus ja. Leave some pussy for me, guys. What the fuck? Trouwens, nee. Nee, er mist nog één antwoord, Marjolein. Gozer. Jouw tijd gaat door nu. Pas. Oh. Ivar. Je zag ook Rusland, Manisha, Russian Woman. Op deze plek stond in het echt Hooverphonic met The Wrong Place. Pas. De eerste aflevering van Kabouterplop kwam in 1997 uit. Ja, wat in de toen was ik nog vloeiend aan. Ik weet het niet eens. Dan heb ik het snel. Een stukje materie. Of misschien wel in het vorige. Misschien zaten wij wel in een ander lichaam of zo. Maar toen hadden wij. Draai een keer in het rond. Toen was ik gewoon zaad en nu ben ik geëscaleerd zaad. Ja, ik ook. Nu ben ik uit de hand gelopen zaad. Gewoon. Bart, jij hebt nu wel weer lekker wat secondes erbij. Jij hebt nu 58 seconden. Hey, monkey go back. En de volgende video is nu. To human. En de volgende video is nu voor Ivar. Toch thanks man broer. Jij gaat hebt goed? Ja, gaat goed met jou? Ja, lekker man. Kijk, dat is mijn geit. Ik heb hem meegenomen. Hij heet Gitta man. Je hebt hij geit. Volgt mij overal waar ik ga broer. Kom kijk. Ja. Kijk, kom. We gaan lopen. Kom. Loop een beetje mee. Kom, ren een beetje. Kom. Hij gaat overal waar ik ga. Ik ga jou die verhaal precies vertellen. Ja, want jij had een berichtje gestuurd. Ja, want jij bent het gezicht van de dieren, zei je. Ja, ik ben gezicht van dieren. Broer, ik heb 21 dieren. 21 dieren, waaronder Gitta. Deze blijft wel altijd voor mij. Bij mij, waarom? Ik heb zijn leven gered. Mensen zeggen, hoort hij niet in weiland en zo. Broer, hij hoeft niet. Hij hoort bij mij, dat zie je toch? Ja, als een kind zie ik vraag ook niet, hoort die kind bij jou. Is jouw kind, laat je gewoon met rust. Laat mij ook met rust, snap? Deze logica is wel echt subliem. Ivar, jouw tijd gaat nu beginnen. Nou, dit is Wilde Bras Official. Hij haalt dieren uit het wild, uit benarde situaties. Hij heeft een keer een eend mee in bad genomen en schoongemaakt in een parkje. Hij noemt iedereen strijder. Pas. Vaker strijder, zelfs goed. Oh, oké, tijd. Bart, jouw tijd. Hoeveel had ik er nou? Je had er twee. Bart, jouw tijd is al begonnen, hè? Oh, nu al? Zijn geitje heet Gitta. Hij heeft het over kinderen, is mijn kind, weet je, een geitje is mijn kind. Ze hoort bij mij niet in het weiland, Pas. Marjolein, jouw tijd gaat nu in. Bekend van TikTok, Pas. Ja, dat is één. Marjolein, waarom ben je er zo goed in? Ik weet het niet. De antwoorden die jullie misten was dat dit een aflevering was van Nieuws. Dat konden jullie ook zien aan de... Nieuws. Maar dat heb ik nog nooit gezien, bro. En Wildebras heeft een eigen programma, Gaps Wildebras in Costa Rica. Die heb ik eens een keer aan Ivar en aan Bart laten zien, dus ja. Ja, geen idee, bro. Heel veel dieren ook. Dieren. Echt gewoon de toppunt. Toppunt van dierendocumentaires. Ivar, hoor. Ivar, 138 seconden, Bart 37 seconden en Marjolein waarschijnlijk de winnaar van de dag met 296 seconden. Maar goed, de winnaar van de dag moet je natuurlijk pas worden als je ook de finale wint straks. Maar Marjolein moet nog. En hier komt nu jouw video aan. Kun je zingen? Kun je zingen? Ja? Als je zingen doet. Samen? In 3, 2, check man. Hey. We are going on a summer holiday. Check van Gelder, dames en heren. We're working for a week or two. Yeah. Fun and laughter on a summer holiday. Heerlijk. Marjolein, jouw tijd gaat nu in. Nou, dat was Jack van Gelder. Ja. Hij heeft Summer Holiday gezongen. Hij is een sportcommentator van de NOS, Pas. Ivar. Hij is kaal aan de andere kant van de... Het is Jeroen van der Boom. Ja, dat is één. Summer Holiday heeft hij op een gegeven moment ook als single uitgebracht. Heeft hij bij radiostations opgetreden, vooral bij 538. Pas. Ja, dat is goed. Hey. Bart. Summer Holiday is een meme op TikTok. Ja, meme. Hey, pas. En de laatste was, dit was bij Hoge Bomen.
Oh ja, ik kon er niet op komen. Ik zat met Oranje Zomer in mijn hoofd, maar dat was natuurlijk alleen met spelen. Nou zat ik me wel een beetje af te vragen. Heeft hij zichzelf kaal geschoren of heeft hij een ziekte? Nou, ik denk dat hij gewoon oud is. Ah, misschien zou dat wel zijn. Ja, heeft hij ooit haar gehad? Ik ga hij heeft doen. Zeker haar gehad. Jack hij heeft van, zeker haar, haar gehad. Jack van Gelder met haar. Wacht even. Oh shit! Wat een daddy! Ivar, Marjolein, luister goed. Voor elk goed antwoord die jij geeft, Ivar, gaat de 20 seconden bij Marjolein af. Maar jouw secondes gaan wel ervan af. Maar omdat jij de mindere seconden hebt, mag jij de hele tijd beginnen met de vraag. Dus dat is wel een groot voordeel. Oké, okay, en wat jullie... is het? Zijn gewoon normale vragen of is het weer open deur? Of wat? De vragen zijn weer van wat weet jij over puntje, puntje, puntje. Oh, let's go. Zijn jullie klaar voor Zeker. De finale? Ja. Ivar, jouw tijd gaat nu gaat in nadat ik de vraag heb gesteld. Wat zijn de 5 meest bestelde gerechten bij de Alfa Chinees? Babi Panggang, Nasi Goreng, Bami... 2 goed. Kuluyuk, Fuyong Hai, pas. Marjolein? Chap Choy, pas. Chap Choy is goed. De andere waren Lumpia en Peking Eend. Oh, of course. Afkocht. Eend. Ivar. Eend. Ja. Eend. Wie schreven tot 2015 de laatste boekenweek geschenken? Ach, pas. Marjolein? Susanne Vermeers, pas. Nee. D. Verhulst, T. Wieringa, K. van Koten, T. Lanoye en K. Abdullah. Geen idee. Yo, ik lees niet. Nederlandse boeken, dus... Ik lees ook geen boeken. Ik heb te veel ADHD om me te focussen op bladzijden. Ivar. Deze vraag is right at your alley. Wat weet je over 50 Shades of Grey? Sam, seks, Taylor Swift en Zayn hebben een keer titelsong gedaan. Ellie Goulding volgens mij ook pas. Marjolein? Het is geschreven door... pas. L.A. James. Het is een verfilmde roman. SM Trilogie. Hey, maar SM heb ik gezegd. Heb jij SM gezegd? Kom maar, wel. Hij heeft inderdaad SM gezegd. Was dat het eerste wat je zei? Want ik dat zei seks. Ik niet. Nee. Ik zei seks SM. Dat was wat ik zei. Oké, wacht. Dan gaat er 20 seconden nog bij Marjolein af. Zo. Fuck you. Nee. What are you waiting for? Love me later. Ivar, 118 seconden, Marjolein, 234 seconden. Ivar, wat weet je over Osama Bin Laden? Terrorist van Al-Qaeda. Ja, hij kwam uit Irak of Iran of iets in die richting. Hij is Al-Qaeda dood. Al-Qaeda is goed trouwens. Dood is ook goed. Taliban, Twin Towers, 9-11 heeft hij... Ja, 9-11. Ja. Pas. Marjolein, voor de laatste. Hij is doodgeschoten door de Amerikanen, pas. Afghanistan. Oh. Dat zeiden jullie niet. Nee, ik zat te gokken waar die vandaan kwam, maar dat was dus blijkbaar Afghanistan. Afrika tot de Ivar... Amerika. Ivar, 100 seconden. Marjolein, 150 seconden. Ivar, wat zijn de meest voorkomende verwondingen? Schaafwond. 1. Gebroken lichaamsdeel. Snijwond. 2. Pas. Marjolein? Neuzingen, botbreuken. Pas. Steekwonden, brandwonden en bijtwonden. Oh, of course brandwonden. Dat kunnen weten. Ivar, 91 seconden. Marjolein, 105 seconden. Ivar, wat weet je over 1001 Nacht? Arabië, Fata Morgana en de Efteling gaat erover pas. Marjolein? Musical, pas. Sprookjes, Scheherazade. Oosters, Alibaba en erotisch. Oh, Alibaba, of course. Ivar, 85 seconden. Marjolein, 102 seconden. Ivar, wat weet je over wasabi? Wasabi is een Japanse sausje. Het is heel pittig. Het wordt gemaakt van Mirix-wortel. Vaak bij sushi-restaurants krijg je het erbij. Het lekker met gember en sojasaus. Pas. Marjolein?
Dus groen. Ja, dat is één. Pas. Echt, was dat er één? Voor de rest, het is een specerij. Oh. Specerijen. 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 Ivar, 53 seconden. Marjolein, 58 seconden, Ivar. Je gaat de goede kant op. Spannend. Ivar, wat weet je over mei 1968 in Frankrijk? Pas. Marjolein? Oorlog, pas. What the fuck is dit? Mei, nee. Studenten. Ik heb het niet eens onthouden. Studenten, protest, Parijs, kwartier Latin, Daniel Cohn-Bendit. Ja, ook man, geen idee. Man, fuck this question. All man, my homies fuck. Hate this question. I'm not a racist, but I do hate this question. Ivar. Ivar, ja. 51 seconden Marjolein, 54 seconden Marjolein. Je had eigenlijk nog heel even moeten tijdrekken, zodat jij kon beginnen. Ivar, wat weet je over Bianca Castafiore? Pas. Marjolein? Pas. Dat is een personage, dat is een stripfiguur in Kuifje. Opera Zanderes, Brekend Glas en de Milanese Nachtegaal. Oh, prachtig. Als een glas breekt, dan zal het dan niet zo'n nachtegaal zijn. Ivar, 49 seconden. Marjolein, 52 seconden. Ivar, wat weet je over Guns N' Roses? Het is een band. November Rain waren ze bekend. Ja, November Rain is één. Sweet Child of Mine is ook een bekende hit van hun. Zanger, godver, hoe heet die ook alweer? Gast. Marjolein? Rock and Roll, Sweet Child of Mine, November Rain. Ze spelen nog pas. Een rockgroep zocht ik, niet rock and roll. Oh. Echt een rockgroep. Oh jezus. Axl Rose, Amerikaans en Slash. Oh ja, Slash, kut. Ja, degene met die lange hoed en die gitaar speelt toevallig. Oh, dat is naar. Marjolein. Waarom een hoge hoed trouwens? Marjolein, dit is jouw kans. Je hebt 24 seconden, Ivar 36 seconden. Jij mag beginnen nu, voor het eerst. Wat zijn de populairste legale verslavingen? Rook, wiet, eten, pas. Ivar. Alcohol, dat is één. Ja, Ivar heeft gewonnen! Woe! Woe! Voor de rest was het medicatie, porno, gokken, nicotine. Of zoals ik het noem, zaterdagmiddag. Dat is roken. Ja, maar ik zocht echt nicotine, niet roken. Sorry Marjolein. Oké, prima. Ivar, gefeliciteerd met je winst. Dankjewel. Dankjewel. Wat ga je nu doen, nu je weet dat je de slimste bent van vandaag? Lunchen. Ik heb hem nog niet gegeten. Oké, ja, ik zou ook vannacht even een goede beurt nemen voor jezelf. Ja, dan ga ik zo dik bij. Hey, pornoverslaving zat ertussen, hè. Fix my language. Fix my language. Ik wil nog steeds van Tim van Rossum weten wat zijn favoriete categorie is. Waarom wil je dat zo graag weten, jongen? Ja, ik wil toch weten wat de legende, man, de mythe, de legende, Tim van Rossum, gebruikt in de avond. Ja, dit is maar. Hij heeft gewonnen, hij mag die prijs. Ligt eraan of de kijkers, ja. De of kijkers, die het ook willen weten. De kijkers hebben speel. Zit er een strapel in of zo? Hebben de mensen gevoot van, wil je het weten, ja of ja, nee? Ja, inderdaad, hebben inderdaad. Hebben mensen gezet op ja? Luister. Zitten er fucking veel comments in? Nee, ik heb gewoon meerdere brieven thuis gewoon gestuurd gekregen. Wat is Tim van Rossum? Handgeschreven of gewoon handgeschreven met een beetje kamsteens van yo. Met de zegels, dus ze hebben ervoor betaald. Tim, wij zijn de enige die kijken. Nou, als ik het zeg, dan ben ik katten voor K, heel eerlijk. Ja, oké, anders kan je het me ook gewoon DM'en, vind ik ook goed. Ja, dat is. Lijkt me een stuk beter dan dat ik het niet eens door. Jezus. Yeah. Ivar, ik wil jou heel erg bedanken. Marjolein, ik wil jou heel graag bedanken. Bart, ik wil jou ook heel graag bedanken. En natuurlijk Tim van Rossum, heel erg bedanken voor het meedoen. En tot de volgende aflevering. Doei doei. Hey, wow. Yeah, baby. Next episode. Woo. Yeah. Who won? Who's next? You. Hey, yo, Paris. This is hot, boy.
I wear masks with a smile for hours at a time. Stare at the ceiling while I hold back what's on my mind. And when they ask me how I'm doing, I say I'm just fine. And when they ask me how I'm doing, I say I'm just fine.